curvy is ze in ieder geval zeker. Ze heeft echt een achterwerk waar je u tegen zegt. Je mag van mij gewoon 3 doopnamen hebben, zo groot. Onnedie! Oké. Okay. Hoi, lieve onderfamilie en welkom weer bij deze nieuwe Onder Dinsdag. Misschien is het een paar van jullie opgevallen dat ik afgelopen vrijdag geen video heb gepost. Vind ik echt niet leuk, maar ik ben dus naar New York geweest. Ik kwam terug, ik had een jetlag en ik had een video opgenomen waar ik super ontevreden mee was. En ik dacht van, nou ja, ik zet nog liever niets online dan dat ik dit online zet. Maar ik heb heel goed nieuws, maar dan ook echt... heel goed nieuws. Vanaf deze week ga ik namelijk beginnen met niet 2 keer per week uploaden, maar 3 keer. Ik ga namelijk gewoon weer gezellig voor jullie vloggen. Elke zaterdag 8 uur 's ochtends staat er een vlog van mij online. Dus we hebben onder dinsdag een leuk of meuk en een vlog in de week. Probeer een beetje de juiste hoogte, het juiste standje te vinden, jongens. Ik ga mezelf gewoon 1 keer per week filmen, neem ik jullie mee op pad en dan komt het zaterdagochtend online. Dus dat is zo hartstikke leuk. Maar hou je vast, want vandaag heb ik toch iets heel bijzonders wat nog nooit, maar dan ook echt nog nooit is gedaan. Grapje, het is al heel vaak gedaan en ik heb het al eerder gedaan, maar dan, hallo. Mijn geluidsband is een beetje lam en lui geworden inmiddels. Hij komt de hele tijd met zijn dop in beeld. In ieder geval, ik heb een tijdje geleden een video gemaakt waarin jullie mijn dag bepaalden via Instagram. Dus ik had jullie een paar opties gegeven van ik ga of een tattoo zetten, ik ontbijt dit, ik kleed me aan zoals dit, ik veeg mijn reet af met dat. Gossidori. Weet je, jullie vonden dat zo ontzettend leuk. Maar echt heel leuk, want het is gewoon, nou ja, hoeveel is het bekeken? 800.000 keer? In ieder geval gaat het richting de miljoen. Dus jullie vonden dat gewoon hartstikke leuk. En vandaag gaan jullie de looks van mijn Sim bepalen. Ik vind de Sims echt hartstikke leuk. Toen ik 1 jaar of 12 was, was ik super verslaafd eraan. Ik gooide al mijn baby's in de open haard. Maar ik maakte ook heel veel baby's. Want ik vond het echt een stunt om dan een baby te krijgen terwijl je alleen maar aan tongen was. Ik heb jullie echt in ieder geval hartstikke veel vragen opgelegd. Jullie hebben ook echt massaal gestemd. En wat eruit komt, dat gaan we nu eens met elkaar bekijken. Ik heb dit trouwens al bij een aantal Amerikaanse kanalen gezien dat ze dit deden. Dus het is niet mijn idee. Ik heb het gewoon, ja, een beetje overgenomen. Om het maar heel netjes te zeggen. Ik heb het gejat. Het is wel een leuk idee. Ik heb hier zoveel zin in. Ik vind de Sims geweldig. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het leuk om poppetjes te maken. Eigenlijk vind ik dat nog het allerleukste. Deze Sim wordt het ultieme onderfamilielid. Dit gaat zeg maar het gezicht zijn, het boegbeeld van de onderfamilie. Jullie hebben het bepaald. Dus ik ga opstarten. Oh, ik moet weer helemaal opnieuw inloggen. Het is toch een hard knock life. Ja, dit is ons beginnetje. Allereerste vraag die ik heb gesteld. Moet het een mannetje worden of moet het een vrouwtje worden? 82% vroeg om een vrouwtje. Dus we hoeven hier niks aan te veranderen. Dus volgende vraag die ik jullie heb gesteld. Jullie zien hier een smiley die een kusje geeft en een eekhoorn, geloof ik, die een gitaar bespeelt. Dat gaat over de karaktereigenschappen, want die moeten we natuurlijk ook eventjes instellen. 71% koos voor romantisch. Dus dat vullen we maar eens eventjes in. Hopsakee. Tweede eigenschap. Slim of rijk? Jullie kozen massaal voor rijk. 69%. Dat betekent dat onze Sim niet alleen romantisch is ingesteld, maar ook heel materialistisch. Want jullie houden blijkbaar van geld en niet van de brains. Helemaal goed. De volgende vraag die ik jullie stelde was bloemen plukken of haren trekken. Nu is allebei natuurlijk hartstikke leuk. Maar gelukkig kozen jullie met 65% voor bloemetjes plukken. Dus de derde eigenschap houdt in dat onze Sim houdt van buiten zijn. Bloemetjes plukken. Tot nu toe is onze Sim romantisch, materialistisch, maar houdt ze wel van buiten zijn. De allerlaatste, dat is het kiezen van een doel. Houdt onze Sim van uitgaan of van thuisblijven? 71% koos voor uitgaan. Als mensen hadden gekozen voor thuisblijven, hadden we een doel gekozen voor het gezin. Maar nu gaan we voor populariteit, want daar staat tussen face-based. En daar hebben jullie voor gekozen. We wilden uitgaan met z'n allen. We kunnen de Sim ook een stemmetje geven. Jullie kozen voor een hoge stem. Dus, we gaan gewoon heel hoog. Soms hoor je de raarste dingen als die Sims praat. We gaan voor het vogeltje en dan zetten we hem op het allerhoogste. En dan klinkt het zo. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Hartstikke leuk. Leuk detail, je kunt zelfs de Sim zo persoonlijk maken dat je een loopje kunt kiezen. En jullie konden kiezen tussen een traag loopje of een vlot loopje. En met wel 86% stond het vlotte loopje bovenaan. Nou, dan hebben we een paar keuzes. Vrouwelijk, brani loopje, verwaand loopje, parmantig
standaard. Deze twee passen prima bij een traagloopje. Maar dit is toch wel het meest vlotte loopje wat ertussen zit. Dus deze kiezen we uit voor haar. We moeten eigenlijk nog wel een leuke naam hebben. Ook die gaan jullie bepalen. Ik ga jullie gewoon vragen van bedenk een naam. En dan kunnen jullie mij gewoon een berichtje sturen. Waarom niet? En hij is bij deze gepost. Dus aan het einde van deze video heb ik vast wel een leuke naam ertussen zitten. Maar goed, we gaan verder. Waar hebben jullie nog meer op gestemd? Weet je, ik kreeg een paar berichtjes over dat het racistisch zou zijn. Maar het zou juist racistisch zijn als ik het niet zou vragen en er gewoon vanuit zou gaan dat het een blank iemand moest zijn of een donker iemand moest zijn. Dus ik heb de vraag gewoon gesteld. Want ik vind het een hele normale vraag. Is het niet belangrijk waar we voor kiezen? Of iemand nou dik, dun, donker, licht is. Alles mag het zijn. Dus vind ik ook dat ik al die opties mag bespreken met jullie. Er werd voor een lichte huidskleur gekozen. Het is natuurlijk al gewoon blank, maar ik vind een beetje een kleurtje wel mooi. Dit is wel heel erg wit natuurlijk. Ik ben zelf ook best wel een beetje bleek. Dit vind ik wel echt heel mooi. Dus we houden hem gewoon zo. Gaan we door naar het haar. Ook wel super belangrijk. En ik vroeg aan jullie kort of lang haar. En jullie hebben echt massaal gestemd op lang haar. Dus daar gaan we voor. En gaan we nou voor stijl of krullend? Nou, die was wel kiele kiele hoor. 55% gaat voor krullend haar. Dus krullend, lang haar. We gaan maar eens even op zoek. Vind ik dit, ja, er zit wel een slag in. Dus dat is wel heel mooi. Het is nog redelijk stijl. Dit is wel, denk ik, het meest krullende lange wat erbij zit. Oeh, ze begint een beetje op Adele te lijken zo. Dit is wel ons kapseltje. Maar ja, dan nu de kleur. Het is nu een soort van natuurlijk rood kleurtje. Jullie konden kiezen voor een gekke haarkleur of een natuurlijke haarkleur. Ja, voor een sim denk ik, hoe gekker hoe beter. Maar mijn kijkers zijn blijkbaar best wel heel erg netjes. En jullie kozen voor natuurlijk, dus we gaan eens even kijken. Maken we hem misschien blond? Best leuk. Donker haar, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Eigenlijk dit hele bovenste rijtje zijn natuurlijk kleuren. Laten we gewoon gaan voor blond. Waarom niet? Ik ben pas geleden blond gegaan, dus om dat te vieren geven we dit gewoon een beetje mijn kapsel. Vind ik eigenlijk wel een top idee. Lijkt hij toch nog een beetje op mij. Dan is onze sim al best wel curvy. Jullie hebben ook gestemd voor curvy. We gaan even naar haar body type. Ik vind het wel leuk om er wel iets aan te veranderen, want anders is het al helemaal af. Nou, dat vind ik niet zo leuk, dus we gaan gewoon een mooi curvy figuurtje uitkiezen. Ik zou zeggen, we gaan er gewoon zelf lekker vormen. Er mogen wel lekkere grote boobies op. En er mag ook wel een lekker achterwerk op zitten. Het mag allemaal wel wat breder. Oh, lekkere volle borsties. Ik wil gewoon, als we curvy doen, dan doen we ook echt curvy, snap je? Waarom niet? Ik vind er nu wel gewoon wel goed zo. Curvy is ze in ieder geval zeker. Ze heeft echt een achterwerk waar je u tegen zegt. Mag van mij gewoon 3 doopnamen hebben, zo groot. Nou, die borst die staat ook mooi vooruit. Dan kunnen we hier nog aangeven of ze gespierd is of rittersport. Dus dat ze gewoon niet sport, maar gewoon van een chocolaatje houdt. Ik ben team rittersport. Ik hou echt heel erg van eten en ik sport gewoon niet, want ik vind het niet leuk. Wel een leuk weetje. Ik ga aankomende dinsdag weer beginnen met klassiek ballet. En dan denk je, klassiek ballet, dat past echt totaal niet bij hoe je eruit ziet. Dat klopt misschien wel. Maar ik heb tot 10 jaar geleden op een best wel redelijk niveau gedanst. Klassiek ballet dus. En ik dacht, als ik dan toch een sport moet oppakken van mezelf, laat ik dan maar gewoon weer klassiek ballet gaan oppakken. Dus ja, niet helemaal rittersport. Maar in ieder geval, onze sim is super gespierd. Want jullie hebben ervoor gekozen. Dus we zetten dit balkje helemaal naar boven. En kijk, die armen is hartstikke lekker getraind. Gaan we verder met het gezichtje. Jullie kozen voor een kleine neus. Nou, dan krijgen jullie een klein neusje. Ik zit even te zoeken wat nou mooi is. Nou, dit is toch wel een van de kleinste die erbij zit. Kunnen we nog wel extra klein maken gewoon. Ja, oké. Klein neusje, het zit erop. Met 68% kozen jullie voor grote lippen. Tegenwoordig is het gewoon super hip om hele dikke lippen te hebben. Nogmaals, iedereen is gewoon mooi hoe hij of zij is. De dikke lippen. Ik zit eens even te zoeken. Zitten er zat tussen. Ik vind dit wel een heel mooi mondje. Maar we gaan hem even zo groot mogelijk maken. Want ik wil wel lekker extreem vandaag. Hoppakee. Nou, ik vind het prima zo. Jullie kozen voor grote, dikke lippen. Dan krijgen jullie grote, dikke lippen. En jullie krijgen een nog kleinere neus. Gewoon omdat het zo lekker onrealistisch eruit ziet. Nee. Nee. Ik wil niet zo'n botoxpop of zo. Ik wil hem wel iets natuurlijker hebben, dus maken de lippen iets kleiner. Maar dit vind ik wel een mooi formaatje. Ik heb de oogkleur trouwens helemaal niet gevraagd.
Maar laten we gewoon gaan voor mooie bruine ogen. Waarom niet? Nou, we zijn een eind op weg op deze manier. En we gaan kijken naar de volgende stap. Wat moeten we onze sim nog geven? En dat is natuurlijk make-up. Ik vind de make-up die er op dit moment op zit niet zo heel erg mooi. Dat blauw met dat rood, dat vind ik eigenlijk nou weer een kleurencombinatie van drie keer niks. Maar ik vroeg jullie glam make-up of neutrale make-up. En jullie wilden glam. Dus we gaan er ook echt iets moois van maken. Lippen wil ik eigenlijk een wat natuurlijkere kleur geven. Dan geven we er smoky eyes met een nude lip. Die smoky eyes, deze zijn wel echt super prachtig. Zoek ik eigenlijk de meest smoky eye die ertussen zit. Oké. Deze vind ik wel echt super, super tof. Laten we voor de rood tinten gaan in de ogen. Want dat vind ik wel echt heel mooi staan zo. Dikke eyeliner onder de ogen. Wel hartstikke glam. Dan gaan we natuurlijk wel voor een rood wangetje. Dan zit de make-up erop. Ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Wel natuurlijk, maar wel glamorous. Dus ik vind het wel echt heel goed gelukt zo. Jullie hebben best wel voor hele neutrale dingen gekozen. Bijvoorbeeld de haarkleur. Maar jullie kiezen wel voor tatoeages. En dat vind ik super tof. Dus we gaan de tattoos maar eens eventjes erbij pakken. Eens eventjes zien. Wow, kijk hoe gespierd ze is. Dus die Japanse sleeve, die doen we er in ieder geval op. En dan de andere arm gaan we ook gewoon lekker vol doen. We gaan gewoon zoveel mogelijk tatoeages erop knallen als dat we kunnen. Oké, nee, die vind ik dan weer helemaal niks. Op de enkel een dolfijntje, op de rug vleugeltjes. Kijk, deze vind ik ook heel tof. Borsttatoeage doen we er ook gewoon bij, waarom niet? We gaan door naar de outfit en jullie willen heel graag dat we een schattige outfit hebben. Dus dat is weer echt het tegenovergestelde van die tatoeages. Wat ze nu aan heeft vind ik gewoon echt wel een beetje truttig. Dat kan echt niet, dus we gaan even kijken of er een schattig jurkje tussen zit. Als jullie voor gek hadden gekozen, had ik er gewoon een clownspak aan gedaan natuurlijk. Maar ja, dat hebben jullie niet gedaan. Dus we gaan op zoek naar iets schattigs. Alsjeblieft. Waar komen die leggings nou vandaan? Dat doe je toch niet? Dit is op zich wel schattig, maar ook stoer. Dus ja, als we echt ultra schattig willen... Nou, dit is wel echt heel lelijk. Dit is wel cool. Het is wel een heel schattig topje. Komen de blokjes ook mooi in uit? Misschien hebben we er een leuk rokje bij. Kijk, we willen wel schattig, maar we willen niet dat het lelijk wordt. Dit zou op zich wel een optie kunnen zijn. Ik ben er nog niet helemaal uit hoor. Misschien toch een jurkje? Afgrijzelijk dit. Deze had wel heel stoer geweest. Navelpiercing erbij. Hoppakee. Oh, dit is ook wel een schattig broekpak. Kijk wat een goede kont zij erin heeft. Okay, ik vind het wel een hele leuke outfit. Ik vind het een mooi pakje. Het is schattig, het is roze, het staat daar heel mooi, dus we gaan voor deze. Jullie konden nog kiezen tussen twee details en dat was of een bril of sproetjes. En jullie kozen voor sproetjes. Dus dat gaan we eventjes opzoeken. Sproeten staan er trouwens heel erg mooi met haar huidskleur en haar ogen. Dus ze kan het helemaal mooi hebben. Ik vind trouwens sproetjes sowieso echt super mooi. Ik denk dat ik toch haar lippen trouwens een kleurtje ga geven. Omdat ze nu wel heel erg flats wordt. Ze mocht natuurlijk glam make-up. Dus dan mag ze toch wel even een kleurtje. Want het ziet er toch wel een beetje depri uit. Nou, dit vind ik een beetje te veel van het goede. Kijk, dit geeft net ietsjes meer kleur in het gezicht, want ze werd een beetje flats. Maar zo vind ik het wel heel erg tof. Oké, tot nu toe vind ik haar echt heel erg mooi. Ja, wel veel tatoeages, maar jullie kozen voor tatoeages en jullie kennen mij. Ik heb er zelf ook een hoop. Dus mijn sim krijgt er dan ook gewoon een hele hoop. En als laatste mochten jullie natuurlijk de schoenen kiezen. En jullie konden kiezen tussen sloffen of laarsjes. Ik vond het jammer, want ik had ze heel graag deze konijnensloffen gegeven. Dat maakt het helemaal af, vind ik zelf. Maar jullie hebben gekozen voor laarsjes. Dus we gaan de boots maar eens eventjes opzoeken. Nou, dit kan wel leuk staan. Een beetje die cowboy laarzen zo. Of gewoon deze laarsjes. Eigenlijk is het helemaal geen pol om laarsjes eronder te doen. Maar goed, ik vind deze dan nog wel redelijk leuk staan. We maken ze wel zwart. Ja, en dan is onze sim helemaal klaar. Ik vind het hartstikke leuk geworden. Dit is allemaal jullie keus. Maar er ontbreekt nog één ding. En dat is de naam. Dat heeft ze natuurlijk wel even nodig. En ook die heb ik jullie laten kiezen via Instagram. Via zo'n sticker wat ik heb ingesteld. Bartelientje. Macy Lazy. Oh, die vind ik wel leuk. Maar Macy is niet lazy, want ze is super gespierd. Latanya, Claire, Marijne, Hermeline, Bonnie Bennett. Een hele goede vetpaar daar is. Dolani. Die vind ik wel heel leuk. Dolani. Allemaal leuke voornamen. Jullie zijn super creatief. Rebel. Oh, dat vind ik wel leuk. Dolani Rebel. Nou, ik vind het een prachtige naam. Dan is onze sim bij deze helemaal
klaar. Oeh, kijk hoe mooi ze eruit ziet. Ze ziet er zo mooi uit. Kijk dan, we gaan er een foto van maken. Hopsakee. Hoe tof. Echt wel hele erge buffelarmen. Helemaal gespierd. Ik vind er in ieder geval echt een prachtplaatje. Jongens, jullie hebben vandaag mijn sim bepaald. En ik vind hem heel erg leuk geworden. Ik ga de familie Rebel ook gewoon bewaren. Want wie weet ga ik wel een keertje spelen voor jullie. Het lijkt me leuk. Misschien is het ook leuk om dit een keertje met een huis te doen. Of iets anders in de Sims. Dat jullie bepalen wat ik moet maken. Ben ik heel erg benieuwd. Wat is het gekste wat jij altijd in de Sims deed? Zoals ik al vertelde aan het begin van deze video. Ik gooide mijn baby's altijd in het kampvuur. En ik maakte heel veel baby's. Maar misschien heb jij ook hele leuke feitjes. Wat jij altijd deed in de Sims. Ik ben nog super benieuwd. Vond je deze video leuk? Doe er even een hele dikke duim omhoog. En ik zie jullie aankomende vrijdag natuurlijk weer met een nieuwe leuke of meuk. Dan zeg ik toedeledokie. Dikke doei. Tot de volgende keer. Dag!